Ik ben Wim Lieves en in dit korte filmpje ga ik jullie iets meer vertellen over mijn laatste tool, de WL Super 5. Iets meer over de tradingfilosofie, het tool zelf natuurlijk, de strategieën, de voordelen en hoe je dat kan toepassen. Nu, mijn tradingfilosofie is eigenlijk gebaseerd op prijs. Voor mij zit 80-90% van wat een trader moet weten, zit in de prijsbewegingen. Dus ik blijf nogal veel weg van indicatoren en zo verder. Niet dat ik daar mordicus tegen ben, maar ik probeer zoveel mogelijk te doen op basis van prijzen. En het tweede, ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden. Iets wat misschien een beetje tegen de tendens is van de laatste jaren, maar ik denk nog altijd dat keep it simple een hele goede filosofie is. Dit is een tekening die velen onder jullie zeker kennen en het is toch raar dat ondanks de vele goede mensen die proberen te traden, boeken lezen, zich informeren, cursussen volgen, echt verschillende dingen proberen, dat 70-80%, dit zijn de cijfers van de dag van vandaag, in de verkeerde richting liggen. En dat is omdat er vaak verkeerd gekeken wordt naar een grafiek. Het is daar eigenlijk dat ik op inzet en het is ook daarvan dat deze tool eigenlijk een praktische vertaling is. Dus ik probeer mensen op een andere manier naar grafieken, naar markten te doen kijken. En kijk, dit is opgenomen in een van mijn online cursussen. 80-90% van mijn studenten volgt deze cursus. Daarvan is deze tool eigenlijk een vertaling. Nu, je hebt deze cursus natuurlijk niet absoluut nodig, maar gewoon dat jullie begrijpen waar dit vandaan komt. Ja? Nu, voor meer informatie kan u mij altijd contacteren. Ook dit zullen jullie al gezien hebben, dat zijn mijn fameuze WL-bars, meer en meer gebruikt. De dag van vandaag doet mij ook heel veel plezier. En dit zijn eigenlijk kaarsen die gebaseerd zijn op prijsbewegingen. Ook deze zijn opgenomen in de nieuwe tool, maar je kan de nieuwe tool ook op normale tijdsgrafieken toepassen. Nu, wat is het probleem? Het probleem is dat het eigenlijk altijd dezelfde fouten zijn die terugkomen. Men gaat bijvoorbeeld tegen de trend handelen of handelen, traden als er geen trend is. Men stapt in dicht bij steun- en weerstandzones, waardoor men natuurlijk veel minder potentieel heeft. Het fameuze FOMO-syndroom, Fear of Missing Out. Dit is zonder enige twijfel het grootste probleem dat ik vandaag zie in de trading business. Ik kom daar zelfs nog op. Men stapt te laat in. Dit heeft vaak te maken met indicatoren, waardoor men wacht op indicatoren-signalen en men eigenlijk altijd ietsje te laat komt. En natuurlijk het gokken op nieuws en zo verder. Iets wat natuurlijk gevaarlijk is en totaal geen zin heeft. Nu, wat is de Super 5 tool of wat is deze trading tool? Wat is dat nu eigenlijk? Wel, die tool is puur enkel en alleen gebaseerd op prijsbewegingen. En daarin zijn 5 strategieën geprogrammeerd. Men kan ze toepassen op alle liquide instrumenten en tijdseenheden, dus indexen, forex, aandelen, het kan allemaal en op alle tijdseenheden. Dus dat is letterlijk van seconden tot dagen. Kan allemaal. Je kan er eigenlijk 2 zaken mee. Je kan er met een alarmfunctie mee werken. Dat wil zeggen, je laat bepaalde instrumenten lopen en als je een alarm krijgt, dan kun je gaan kijken, oké, dat is een goed signaal, ja of nee. Of je kan volautomatisch laten traden. Dus dat zijn de 2 mogelijkheden. Wat het vooral doet, deze tool, is ervoor zorgen dat traders minder traden, maar kwalitatiever traden. Ik zie soms in daytraden studenten die 20, 30 trades doen op een dag. Dat is te veel. Dat is te veel en men moet er verschrikkelijk mee opletten. Dus
bij de meesten gaat dat niet goed. En daarom een bepaald, ik zou zeggen, een checklist die ervoor zorgt, of een alarmtool die ervoor zorgt, dat je alleen dan gaat handelen als de kaarten echt goed liggen voor u. En dus dat verhoogt de kwaliteit van het treden absoluut. En hoe ziet dat eruit? Hè? Wat is de anatomie van de tool? Je gaat dat zien. Het is zeer mooi visueel uitgebouwd. En je ziet daar, hier op de tekening bijvoorbeeld, deze groene en rode wolken. Wel, dat heb ik de WL-trend expres genoemd. En dat gaat eigenlijk twee dimensies op elkaar zetten. Veel traders kijken naar verschillende tijdseenheden of verschillende dimensies. Daar worden ook heel wat fouten in gemaakt. Deze tool neemt dat eruit, omdat ik twee met elkaar gecorreleerde tijdseenheden met elkaar verbonden heb. Dus je kan je, wat de richting aangaat, eigenlijk niet meer vergissen. De Momentum Express toont op een zeer visuele, intuïtieve manier het momentum of de volatiliteit. Iets dat ook in mijn cursussen altijd voorkomt. We treden alleen als we volatiliteit zien. Ook dat dan opnieuw de kaarten voor ons goed liggen. Er zijn dan ook, heb je ook nog de bidline waar de markt nu is. Ik ga daar nu niet te veel over zeggen. En dan natuurlijk de Super 5 Express, wat eigenlijk 5 algoritmes zijn die geprogrammeerd zijn. Ik kom daar zelfs op. Dat zijn 5 tradingstrategieën. En daar kun je dus instellen op alarmen of vol automatisch traden. Je kan uiteraard via de TradeGuard, zoals altijd bij NanoTrader, je kan traden manueel, semi-automatisch of vol automatisch. Geen enkel probleem. Nu wat? En nogmaals, hè, ik probeer het terug te brengen naar zijn eenvoud, naar de essentie. Wat zijn de bewegingen, prijsbewegingen of strategieën, indien u wil, die in de markt kunnen voorkomen? Ik weet wel dat er 1000 strategieën bestaan en met van alle indicatoren en nog wat, maar eigenlijk zijn het toch altijd dezelfde bewegingen die terugkomen. En dat zijn, kijk goed op het tekeningsje hier, ik heb het zeer schematisch proberen voor te stellen, trendcorrecties, breakouts, fair value, breaks, steun en weerstand, tests, momentumbewegingen, of die echt zeer sterke bewegingen, of trendomkeer, trendbeëindigingen. Dat zijn ze eigenlijk. Nu, je kan elke strategie die er vandaag is, allee, toch 98% van de strategieën gaan erbij nemen, en die kan je in één van deze 5 strategieën gaan inpassen. Want het zijn toch uiteindelijk altijd dezelfde bewegingen die terugkomen. En dat hebben we hier gedaan. Dus die 5, die zitten erin. En die kun je zeer eenvoudig zelf gaan. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld, dat zijn er 3. Dat zijn er nog een keer 2. En dat zijn bijvoorbeeld hoe je het allemaal kan instellen en parametreren. Dus je kan zelf kiezen welke strategieën je wil handelen. In welke richting, hoeveel signalen. Je ziet hier ook dat je verschillende mogelijkheden hebt om gealarmeerd te worden. Dus bijvoorbeeld via een pop-up box of een geluid, een alarmsignaal. Of ook een mail, indien je bijvoorbeeld op langere timeframes alarmen wil laten lopen. Bijvoorbeeld in Forex wordt dat al zeer vaak gedaan. Op 4 uur op dagbasis, dat men in één keer een mail binnenkrijgt en zegt van Ella, de Britse pond is op dit moment aan het zakken en geeft die signaal. En dan kan je rustig gaan kijken en beslissen of je wil instappen. Gewoon om maar een voorbeeld te geven, het spectrum van wat je daarmee kan, is zeer ruim, zeer breed. Ja. Zeer gemakkelijk in te stellen via de designer bar. Nu, nogmaals, waarom zijn veel mensen met zo'n tool geholpen? Omdat ten eerste, de regels zijn duidelijk en eenvoudig. Het is ook zeer visueel. Zeer duidelijk, zeer eenvoudig. Je zegt van, kijk, ik ga dat en dat doen en dat niet. Dat gaat al een hoop, als ik een Vlaams woord mag gebruiken, miserie vermijden.
Uiteraard kan men instappen en uitstappen met market structure punten of met mijn fameuze WL-triades, staat ook allemaal uitgelegd. Die zijn allemaal geformateerd of geprogrammeerd, dus dat kan allemaal. Maar wat je vooral gaat doen is, je gaat, wanneer omstandigheden niet goed zijn, niet traden. En je gaat enkel traden wanneer de omstandigheden in je voordeel zijn. En daarom gaat het. Dat wil ook zeggen dat je zelfs meerdere instrumenten tegelijkertijd kan handelen. In plaats van altijd op hetzelfde instrument te handelen, kun je nu meerdere instrumenten tegelijkertijd handelen. Maar alleen wanneer de kaarten in je voordeel liggen. En daarbij gaat deze tool u helpen. Ja. De entries en de act, dus instap-uitstappunten, die zijn manueel, semi-automatisch of volautomatisch. Ja. Zoals voordien al gezegd. En nog eens, alle instrumenten, alle tijdseenheden, of indien je liever met bewegingskaarsen handelt, zoals Renko, Range, WL-bars, dat kan ook. Dus je hebt het hele spectrum. Dus dit is meer, dit is geen eenvoudige strategietje, als ik het zo mag zeggen. Dit is een universeel, volledig tradingsysteem, waar ook een hele tradingfilosofie achter zit. Nu, de toepassingen. Zeer kort. Ofwel zeg je, ik ben gespecialiseerd in, ik zeg maar iets, hè, de DAX, en ik handel alleen op de DAX. En ik wil bijvoorbeeld de DAX alleen handelen op 1 minuut. Dat kan. Of op rangekaarsen. Of op WL-bars. Of nee, ik ben specialist in forex en ik wil, gelijk hier rechts onderaan, 8 forex paren tegelijk handelen op 60 minuten bijvoorbeeld. Of ik wil aandelen volgen of CFD's of aandelen en ik wil die volgen op dagbasis. Dat kan allemaal. Ja. En gealarmeerd worden. Nogmaals, ik heb dat altijd gezegd, ik vertel dat al jaren eigenlijk, dat is less is more. Hoe minder en hoe kwalitatiever en hoe gespecialiseerder mensen beginnen te handelen, hoe beter vaak dat het gaat. En ik denk echt dat dit u daarbij kan helpen. Dus de voordelen, nogmaals, het is een universeel systeem met 5 traditionele trading setups op alle instrumenten en alle timeframes. Wat zit daarin? Er zitten verschillende tools in, gelijk bijvoorbeeld de WL Trend voor richtingbepaling, WL volatiliteit om de volatiliteit, of momentum, sorry, om de volatiliteit te bepalen. Het gaat zich automatisch aan marktomstandigheden aanpassen, want het is prijsgebaseerd. Dus het ligt niet, ja, op dat vlak. Je kan het gebruiken voor daytrading en swingtrading. Ja, dus seconden, minuten, uren, dagen, hoe je wil. Ik denk dat het systeem, wat trading blijft toch ook een zeer visueel iets. En ik denk dat het er duidelijk, maar ook goed uitziet, wat het eigenlijk gemakkelijk maakt om mee te werken. Je kan er handmatig semi of full automatisch mee handelen. Dus het is eigenlijk een robot. Het kan als een trainingrobot gebruikt worden. Of natuurlijk als alarmfunctie. En dan krijg je dus die signalen. En hoe ziet dat eruit? Ik wil dat toch nog heel even tonen. Dit is een klein voorbeeldje. Dit is bijvoorbeeld de Nasdaq, waar je 2 signalen ziet. Dus je ziet de WL-trend met de rode en groene banden. En dan zie je bijvoorbeeld die blauwe en magenta banden. Nu, al die kleuren die je hier ziet, kunnen allemaal aangepast worden. Al die kaarsen kunnen veranderd worden. Dus dan moet je er niet op vastpinnen. En dan krijg je op een bepaald moment een koop- of een verkoopsignaal. En zoals hier, is allemaal in de designer bar, hier in de Super 5 Express, allemaal te parametreren. Zeer eenvoudig te doen. En dan krijg je, je ziet dat, een WL buy of WL sell signaal. En dan kun je nog altijd beslissen wat je doet. Ofwel handel je dat manueel, semi-automatisch, volautomatisch. Dus de tool laat u ook nog toe om zelf dingen toe te voegen. Dus het is niet zo dat we het volledig geblokkeerd hebben, dat je er niks kunt aan veranderen. Integendeel, het is een toolbox waar dat je zelf heel veel nog mee
kunt doen. Dus dit, de voordelen, zeer gemakkelijk te gebruiken. Er komt natuurlijk nog een serieuze video bij voor de mensen die dit systeem kopen. En daar wordt het allemaal in uitgelegd. Maar ik kan u verzekeren dat het zeer intuïtief en zeer gemakkelijk te gebruiken is. Je moet gewoon maar, bij wijze van dingen, het lijstje in de designerbar dat ik hier gezet heb, gewoon maar aftikken. Wat je wil, wat je niet wil, hoe je het wil gebruiken. En ook alle strategieën en zo zijn allemaal tot in detail uitgelegd. Dus het is zeer gebruiksvriendelijk. Wat is het aanbod? Zoals vaak is dit product uitvoerig getest gedurende een negental maanden. Is nu volledig klaar. En wordt nu aangeboden via de store van Selfinvest. We hebben dit opgesplitst in twee delen. Er is een eerste deel waar je heel de architectuur hebt, plus drie strategieën. Dus je vindt daarin de correcties, de momentum en de trend omkeren. Dat is het pak A. Indien je daarna vanaf het pak A nog wil uitbreiden naar het pak B, dan komen daar nog twee strategieën bij. Dat zijn de breakouts en de tests van support en resistance. Ja, dus dat kan je dan altijd via de store zo doen. Wat krijg je daar nog bij? Het is natuurlijk zo dat, zoals steeds bij mijn strategieën, ik het zeer belangrijk vind om ten eerste het goed uit te leggen in bijkomende video's. Dus er is een video van, ik schat, 90 minuten, 2 uur, waar het hele product in detail wordt uitgelegd, waar de vele toepassingen worden toegelicht. Mensen krijgen ook al voorgeprogrammeerde grafieken waar ze dan zelf mee aan de slag kunnen. Er wordt ook met mij altijd minstens 1 uur coaching gedaan, zodat zien dat alles goed geïnstalleerd is, dat mensen weten wat ze willen doen, hoe ze dat moeten implementeren. Dus dat wordt altijd gedaan. Meestal is dat een 2-tal weken na aankoop van het systeem. En de mensen die dan echt, en dat heb ik toch wel zeer vaak, die dan de tool heel leuk vinden en die zien dat er wel iets in zit, die kunnen zich dan ook nog bij mij komen melden. Uiteraard geheel vrijblijvend, indien ze graag de price action online cursus willen doen of een ander product. En dan krijgen die mensen daarop zeker een mooie korting. Zo, ik denk dat ik rond ben met het filmpje. Indien jullie mij willen contacteren, hier zijn mijn gegevens. Ik zou zeggen, dank u voor uw aandacht en hopelijk tot binnenkort. Dag.